vraagt over eens die wel op de plaats nummer 3 op dit moment achter Kindertje. Kindertje nu op dit moment de plaats nummer 2. Onze vrienden opgenaamd hier op plaats nummer 2. Doua is het niet buitenverstekking die ze zijn. Jawel, 69 om de achtervolging op Apeldoorn. Kortrijk en Broek op 3. Dan even kijken, de zal dat Amazoe zijn of is het de Amazoe die doorkomt naar 3. En dan wordt het verkoopt bij de Broek nog krachtspannend. Wel de even duiding, Kortrijk en Broek op 2. 3 windstoten en 4 opnieuw Rijngedal. Amazoe zal het zijn in het rood-witte shirt. Wessel van Holland. Gewoon consolideren, niks aan het handje gaat. Voor nu op de plaats nummer 2. 9,57 gaat hij naar de Max Bos voor de IJzerproces. En die doet gewoon goede zaken op weg dus voor de kwalificatie. Hier is je homo al jaren mee gaan verzonken in deze categorie. Van de jongens die elke natuurlijk een jaartje ouder worden met een team. De plaats nummer 2 zal die vlijker zijn. En daar gaan wij volgens mij niet de volgende tijd in de vorige rit gehad. Met ieder van de 3 en 4 de lossprinter zal Rick Evelhof zijn. Dit nummer 30, jongens van 11 jaar, nog steeds voor halve finales, die zijn vijf heren straks. Mika Palsma zal een van de sterke troepen in de handen hebben, maar dat geldt ook voor onze vrienden Amazoe, Dino van Rijswijk. Rijswijk weer aan de leiding, Palsma van 3, dat is een ander, Nulander, 4-1-6 is geplaatst, even kijken. Van Bartel van Rijssen, en voor Nulander gaat hij daarmee volgens mij ook een ticket ophalen. De nummer 4 op dit moment in koers is de plaats 70, is van Damien Ponderhorst. Vooropzet, maar kijk natuurlijk concurrentie mee voor 672 Schoneveld. En daarachter zie ik dan Gellemans, dat moet Scott Timmermans zijn. Vierde plaats, vijfde plaats, vierde plaats verlopen, belangrijk 99. Race 48 al in de baan met de mannen van 13 jaar, Kevin van Dattel, Diego Jansen, Tom Dekker, Max Homo, Jacob Pater en Danny Dunning. Tom Dekker op de thuisbaan die daar een klein gaatje slaat, krijgt 2,62 Danny Dunning met zich mee. Vijf rijders over naar een halve finale hier. Dat lijkt het eerste groepje van 5 hier te zijn dat hier doorkomt. Even kijken, dat is 7,18, dat is Max Homo. Ja, hoe zet je in de eerste twee maatjes? Wordt het rekenen of is het gedaan voor je? Race 49, maar mannen van 13 jaar ook met 667 Legion Kiers die daar voorop gaan. Ook hier vijf rijders over naar die halve finale. Wordt nog een strijdje achterin hier, maar het lijkt voorbij voor Romano Brok. Trekmannetje door dat er na de laatste match een pauze is van 10 minuten. Dus nog een race of, laten we zeggen, 20, 25 te gaan. En dan is er even een pauze van 10 minuten. Dames van 12, 13 jaar in de baan met race 52, nummer 13. Helemaal geen onzin als je telt voor Ruby Huisman, want die zat volgens mij de eerste twee maandjes opgelopen voorin. Met een mooie nationale trui. Vier rijden over naar die finale, directe plaatsing.